En dan is het tijd voor de volgende gast. Ze is vaak een beetje boos, of in ieder geval gaat ze een beetje in de aanval tegen dingen die haar niet aanstaan. Hier is Anne Fleur Dekker. Hoi Anne Fleur, heb jij speciaal deze gele jas aangetrokken? Ja, ik denk dan pas mooi bij het decor. Kijk nou, laten we hier even een momentje van voornemen. Wil je misschien een lekker glaasje alcoholarme cider? Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Ga ik deze nu poppen alsof ik in een slechte rapvideo woon met jou? We hebben nog meer gasten, dus je krijgt niet zoveel. Ik wel. Anne Fleur, voor de mensen die nu denken... Anne Fleur, die is toch, dat is toch dat meisje die, die de wereld is rondgezeild? Of die dat boek over gluten heeft geschreven? Nee, ik ben een activist en ik vrij actief op social media. En daardoor meerdere malen ook in de problemen geraakt. En ik mocht daar vandaag over vertellen op het podium. Want, even kort. Nou ja, na de verkiezingen schreef ik een artikel over Thierry Baudet, over zijn seksistische uitspraken. En vanaf dat moment is er een soort... Nou ja, shitstorm aan negatieve reacties, maar ook vooral echt ook aan bedreigingen en zo geweest, waardoor ik uiteindelijk ook moest onderduiken. Wat voor bedreigingen kreeg je? Nou ja, kom je doodmaken, kom je verkrachten, kom je vinden in Hilversum waar ik woon. En, waardoor ik dus ook moest onderduiken. Maar wat had je precies gezegd? Dat Thierry Baudet een seksist is. En dat was al reden genoeg om jou dan te gaan bedreigen? Ja, blijkbaar. Ik denk dat mensen zijn volgers niet kunnen hebben dat een 22-jarig meisje dat, nou ja, even het beestje bij de naam noemt. 22-jarige meisjes met een gele regenjas. Met een gele regenjas. En wat is dan eigenlijk waar je nou voor wil waarschuwen? Dat er een groepering, alt-right, zich aan het vormen is die ontstaan is online en nu ook de straat op gaat en mensen dus echt fysiek kwaad doet. En het zit met twee zetels in de Kamer. Ik bedoel, Forum voor Democratie is een alt-right partij. Ja? Ja. En nou is het niet zo dat Thierry mij s'avonds achtervolgt of zo. Je dromen. Nee, maar het is meer van, het is niet dat hij s'avonds, maar zijn volgers doen dat wel. En hij distancieert zich daar ook niet van. En hij bouwt wel zijn beweging op. Jij maakt je zorgen om dat opkomende alt-right. Ja. Wat ga je daar nou tegen doen? Kunnen we daar iets tegen doen? Eén ding is je sowieso uitspreken. Solidair staan met iedereen die eraan ter prooi valt. En dat is de enige manier om het te bestrijden. Actie. Ik heb trouwens een nieuwe oorbel. Ik vind het leuk staan. Bedankt. Subtiel. Toch sexy. Hey, en ik denk steeds, je bent gewoon 23. I know. Wat is er mis met jou? Nee, ik bedoel... Waar is het misgegaan? Nee, maar waarom wil je nou de wereld weer veranderen? Is er één moment in jouw leven dat dit veranderen? Een soort van, opeens heb je het, je wordt conducteur. Maar dan, opeens heb je het, je wordt Anne Fleur Dekker, activist. Nou, het is een beetje een suf verhaal. Maar op de middelbare school heb ik Inconvenient Truth gezien. Van oh ja. En toen... begon ik me met het klimaat bezig te houden. Of toen dacht ik, oh, weet je, de aarde gaat naar de malemiezen. Je begint gewoon, nou ja, steeds meer het onrecht te zien in de wereld. Als je echt actief wordt. Over 2 jaar word je 25, net als Lowlands. Ja, hoe ziet jouw leven er dan uit? Heb je dan de Anne Fleur Dekker partij? Of ben je, weet ik veel, ben je toch maar een bakkerij begonnen? Of kledinglijn, parfum? Oh, de Anne Fleur. Ik hoop dat ik gewoon echt met dezelfde dingen bezig ben als nu. Mijn boek is dan uit en ik zie wel waar ik precies heen ga. Maar volgens mij zit ik best wel op de goede weg. Bedankt dat je er was. Je mag door de geel-zwarte deur. Doei Anne Fleur.